Een man is zondag aan het einde van de middag zwaar gewond geraakt bij een steekpartij bij Café Het Lantarentje op de Strevelsweg op Rotterdam-Zuid. Het slachtoffer werd in zijn borst gestoken. Hij is overgebracht naar het ziekenhuis. Op de Wijmansweg is een verdachte aangehouden. De CDA-fractie in de Tweede Kamer moet goed luisteren naar de bezwaren die tijdens het Partijcongres in Arnhem zijn geuit tegen samenwerking met de PVV. Dat staat in een open brief van de CDA-leden Alatin Erdal uit rotterdam sharloos en Bart Bruggeman uit Leerdam. Zij dienden resoluties in tegen de gedoogsteun van de PVV. Dinsdag besluit de CDA-fractie in de Tweede Kamer of een kabinet met steun van Wilders er kan komen. Feyenoord is er weer niet in geslaagd om te winnen. De ploeg van Mario Been kwam tegen de graafschap niet verder dan een 1-1 gelijkspel. Luigi Bruins scoorde voor de Rotterdammers uit een penalty. Ook Excelsior wist niet te winnen. Zaterdag verloren de Kralingers met 2-1 van Roda JC.